Dat jullie een beetje tekort hebben aan vrijwilligers. Waar komt dat door? Nou, ik denk ook door de COVID-periode. Hè? Dus bijna 3 jaar alweer geleden. En dan was de boel dicht. Dus dan krijg je toch de binding is wat lastiger door de corona. Maar goed, dat is voorbij. Maar dat heeft wel impact gehad. En ook vandaag de dag. Het is een hele andere tijden. De jeugd heeft ook een andere mentaliteit dan een paar jaar geleden. Vroeger was voetbal echt de enige hobby. En nu hebben de jongelui, gaan ze gamen of hebben ze andere hobby's erbij. En dat maakt het dus toch, ik denk de binding toch wat lastiger met de ouders als vrijwilliger. Ja. Maar het heeft ook met, ja, we hebben vrijwilligers. Het is ook een afname door die coronaperiode. Maar dat betekent ook, je hebt ook vrijwilligers nodig om te kunnen werven. He, want we hebben gelukkig wel een coördinator voor vrijwilligers. Alleen hij kan het ook niet alleen. He, samen moeten we de club doen. En daarom doe ik graag ook een oproep dat we nog extra vrijwilligers nodig hebben. Voor diensten als binnen de kantine of schoonmaak, bij de kleedkamers. Thee, ranja brengen bij de jeugd in de pauze. Zulke dingen meer. Leiders naast de trainers op een team. Hè, want die hebben ook het team heeft ook begeleiding nodig. Omdat de trainers al hun handen vol hebben aan de training zelf. En aan de opstelling op zaterdag en al die technische dingen. Maar dan heb je een leider nodig die de randzaken regelt. De ouders voor vervoer, kleedkamer, materiaal, et cetera. Ja. Alleen dat is de laatste tijd afgenomen. Dus we doen echt een oproep om toch weer te verbinden en samen te werken. En ook ouders, welwillende ouders als vrijwilligers zich inzetten voor de club. Ja. Ja. En hoe kunnen die ouders of mensen die geïnteresseerd zijn jullie bereiken? Ze kunnen ons of via een e-mail bereiken. Dat is heel makkelijk. Hè? Dus info@vvhogezand.nl. En dan krijgen alle bestuursleden, maar ook bepaalde diensten, kantines, gewoon, krijgen die mail. Ja. Snap je? Of ze kunnen zich gewoon, we staan op de website. Hè? Dus de bestuursleden ook met telefoonnummers en e-mailadressen. Dus neem mij gewoon als voorzitter. Dus je kunt het ook aan voorzitter@vvhogezand.nl richten. En dan behandel ik het persoonlijk. Ja, en je ziet natuurlijk ook dat de energielasten deze tijd flink zijn gestegen. Merken jullie daar ook veel van? Ja, enorm. Want wij hadden de pech, laat ik het zo zeggen, dat onze energiecontract afliep. Eind 2022. Dus we moesten een nieuw energiecontract. Nou, en dan stap je dus hoog in. Vergeleken met vorig jaar. Kijk, thuis, privé, heb ik gelukkig nog een energiecontract tot eind 2024. Andere clubs, verenigingen heb ik ook aangehoord. Ik heb voorzittersoverleg. En dan heb ik ook gevraagd. Ook zij hadden die energieproblemen nog niet echt. Maar wij wel. Want we hebben dus nu we moesten hoger instappen met hogere kosten. Maar daarentegen hebben we ook een algemene ledenvergadering gehouden. 30 november jongsleden. En dan hebben we ook een aantal energiemaatregelen om de kosten te beperken, hebben we gepresenteerd. En dat waren iets van 8 of 9. En uiteindelijk heeft de ALV besloten om 4 maatregelen. Waaronder bijvoorbeeld maandag tot en met woensdag de douches gewoon uit. Dus ze kunnen wel gebruik maken van de kleedkamer. Maar om de warm water te creëren heb je gas nodig. Ja. En dat drijft enorm de kost op. Dus daar hebben we al bespaard. Ja. Maar dat hebben we ook. We zijn tijdelijke maatregelen. Andere maatregelen zijn wat consumptieprijzen omhoog in de kantine. Ja. Maar dat doen we jaarlijks. Ja. En aan andere. Weet je, zo zijn er een aantal maatregelen die we hebben gehanteerd. Ja, want jullie zijn nu ook bezig met het verduurzamen. Hoe pakken jullie dat aan? Nou, we waren er al mee bezig. Ook tijdens de coronatijd al hadden we de plan al. De kantine is van ons. Hè? Dus we hebben alle kozijnen hebben vervangen voor kunststofkozijnen. Hepro is een van onze hoofdsponsoren. Nou, die heeft dat ook ons voorzien. Hetzelfde geldt voor hoogrendementsglas, HR++ glas. Dus het is echt isolerend. Dit jaar, dus afgelopen jaar 2022 en begin 2023, hebben we het dak moeten vernieuwen. Dus dat is ook geïsoleerd volledig. Dus we verwachten dat we niet hoeven te stoken, maar dat het warm blijft.
Volgens mij is het ook aangenaam hier. Ondanks dat we de verwarming op 14,5 standaard hebben staan. Ja, ja. Maar als er mensen in de kantine zijn, zetten we het weer omhoog naar 18,5. Ja. Maar zo zijn we met de verduurzaming bezig. En we denken ook aan LED-verlichting. In de kleedkamers hebben we al LED-verlichting. Maar we hebben om de velden, het kunstgrasveld, heeft ook lichtmasten. Maar dat zijn nog geen LED-lampen. Dus daar zouden we nog kunnen besparen. Ja. He, want die wordt veelvuldig gebruikt natuurlijk. Ja. Met slecht weer, de kunstgrasvelden. Ja. Ja, want eigenlijk is het een club voor iedereen. Voor welke doelgroep is het precies? Het is van jong en oud. Dus vanaf 5 zie je al, 5-jarigen, maar eigenlijk 6-jarigen. Vaak adviseren we de kindertjes toch eerst maar zwemles te laten doen. En dan komen ze toch hier, want anders loopt het toch knel met de trainingen. Maar maakt niet uit. Dus vanaf 6 jaar officieel. Wanneer je kan voetballen. Dus als je 60 bent kun je nog en je kunt dan voetballen, ben je hartelijk welkom. Ja. Dus we hebben het aantal senioren die op zo'n leeftijd spelen. Ja. En je hebt ook hoe noem je dat ook alweer? Die oude. Ik kwam niet op die naam, joh. Hoe heet dat ook weer? Die echte oudjes, brok in voetbal. Oh. Maar dan met die oudjes, weet je wel? Maar even een benaming. Maar het is me even ontschoten. Ik kom door de commotie, denk ik. Okay. En zoeken jullie dan ook nog trainers die de kinderen of de ouderen kunnen trainen? Ja, absoluut. Hè? Want door uitbreiding van teams of aantal leden. Hè, en zeker bij de jonge leden neemt het wel weer toe. En daar ben ik heel blij om, want de jeugd is de toekomst. Maar dan hebben we wel begeleiding om de teams nodig. Dus het zou fijn zijn dat er spelende ouders zich aanmelden als vrijwilliger om training te geven of zo'n team te begeleiden. Zo ben ik ooit jaren geleden begonnen toen mijn zoon toen 6 was bij de Effies. Toen was het Effies, nu heet het onder 7. Maar daar ben ik, weet je wel, dat heb ik jaren ook gedaan. En naast de trainer hebben we ook vrijwilligers nodig, wat ik al eerder aangaf, leiders op een team die de randzaken regelt voor zo'n team. He, dat de trainer kan focussen op de training zelf en op de wedstrijden. En dat de leider al die randzaken regelt. Dus dat doe ik een oproep. Dus je kunt uw kinderen aanmelden. Maar het zou ook mooi zijn als u actief meewerkt, meehelpt. Laat ik het zo zeggen. Aan dit mooie voetbalvereniging. En het is multicultureel. Dus alle nationaliteiten zijn welkom. Ook de vluchtelingen. Want ook daar hebben we regelingen voor. Ook via de gemeente. Ook financiële regeling. Via jeugdsportfonds. He, dus hoeven ze het niet zelf te betalen. Kunnen ze gewoon via de gemeente ook gewoon voetballen. Ja. Dus dat zijn bepaalde mogelijkheden. Ja. Ja. Ja, wat kunnen jullie sponsoren er tegenaan doen om jullie te helpen bij deze stappen? Sponsoren natuurlijk ons geldelijke financiële bijdrage. Ik ben ook heel erg dankbaar tijdens de coronatijd. Wil ik wel aanstippen, dankbaar dat de sponsoren ons trouw zijn gebleven. En dat ze ons jaarlijks steunen aan de hand van bordsponsorschap of stersponsorschap of hoofdsponsor. Daar zitten een aantal geldelijke bedragen aan vast. Maar zo hebben we ook kunnen overleven. En daar ben ik echt enorm blij. En soms zijn er ook gewoon worden busjes, autobusjes beschikbaar gesteld. Want onze jeugd speelt op hoog niveau. Dus dan moeten ze vaak wel landelijk. En dat zijn enorme afstanden. Naar Urk, Emmeloord, Oldenzaal. Dat kan allemaal. Maar daar hebben we ook hulp bij nodig. Ja, dus superbelangrijk dat ouders zich ook aanmelden als vrijwilliger om eventueel te rijden. Ja, eens. En dat coördineert vaak een leider op zo'n team. En die regelt dan de ouders. Jij rijdt vandaag, jij doet de was na de wedstrijd. En de volgende week, de week erop, rouleert dat gewoon. Ja. Zo'n roulatiesysteem. Vele handen maken licht werk. Ja. En laten we het gewoon samen doen. En dan kunnen de kinderen gewoon genieten. Maar ook de ouders van genieten, hoe hun kinderen genieten. Ja. Want weet je, kritiek spuien kan iedereen. Maar ik zeg altijd, pak de handschoen op, help ons. Ja. En zorg dat we het allemaal plezierig hebben. Ja. Weet je, en dat kan. Daar geloof ik heilig in. En daarom ben ik ook voorzitter. Voel me ook verantwoordelijk. Maar ik draag zeker een steentje bij. Zelf. Ja. Is dat ook jullie motto van de club? Dat iedereen welkom is? Ja. Het is. Ik vind van wel. Hè. Ik vind. Ja. We voor iedereen. We hebben wel een bepaald. Hoe zeg je dat? Vanuit historie. Want we prestigevoetbal.
Dus als je goed kan voetballen of talentvol, kom je bij Hoge Zand. Want wij zijn toch een kweekvijver, talentenpool voor FC Emmen, FC Groningen. Ja. Hè, en zelfs Cambuur of Heerenveen komen ook kijken. Maar daar ben ik trots op. Maar dat betekent ook dat we soms spelers kwijtraken. Maar dat dragen we gewoon bij. Het vult ook weer aan. Maar plezier staat buiten kijf. Dat is het belangrijkste. Ook voor jong en oud. He, dus het is niet alleen prestige. Maar we staan wel hoog op de ranglijsten, weet je wel. Omdat we toch goede trainers hebben. En een goede jeugdopleiding. Ja. En daar zijn we trots op. Maar plezier is ook belangrijk. En dat zag je de laatste tijd ook door de coronaperiode afkabbelen. He, daar ben ik heel eerlijk in. Dus er is veel verloop geweest. Zeker bij de jongvolwassenen. Die denken, ik moet werken, of ik heb een vriendinnetje, of ik heb een andere hobby, ik wil uit. He, dus dat. Ja. Kijk, zaterdag voetbal. Oh ja, dat is ook een ander topic. Ja. Wij zijn ook voor het eerst naar zaterdag voetbal gegaan. Want waren zondag 1, vorig jaar kampioen geworden. Zondag 2, de team ook kampioen geworden. Zelfs zondag 4. Maar zondag 1 en 2 zijn horizontaal doorgestroomd naar zaterdag voetbal. En dat is een landelijke tendens, ook door de KNVB ondersteund, maar hebben we ook hier intern besproken en samen besloten, niet wij, maar samen. En het is wel even wennen geweest, de eerste helft van de competitie. En zeker voor de bezoekers, hè, de oude mensen, trouwe bezoekers. Ik ben dankbaar dat ze altijd op bezoek komen bij de thuiswedstrijden. Maar die moesten wel even schakelen. Oh ja, het is zaterdagmiddag, hè? Ja. Terwijl ze zaterdagmorgen bij de jeugdteams kijken. In één keer kunnen ze gewoon blijven. Ja. Voor ons is het praktisch, hè? Kantinepersoneel. Gewoon op zaterdag delen. Weet je wel, dan ga je het gewoon in ploegendiensten indelen. Maar dan hoef je niet 2 dagen bezetting te regelen, bijvoorbeeld. Snap je? Ja. Ja. We doen het wel, want we hebben ook nog 3 seniorenteams die op zondag voetballen. Recreatief. Voor hun plezier. En ook daar moet de kantine open natuurlijk. En dat regelen we ook gewoon. Ja. Is het daarom ook super belangrijk dat de vrijwilligers die zich willen aanmelden, dat die ook ervaring hebben? Ja, ik vind van wel. Ervaring is 1, maar het is gedrag vind ik het belangrijkste. Sociaal, persoonlijke vaardigheden, hoe je met andere mensen omgaat, hoe je iemand te woord staat, vriendelijkheid, gastvrijheid vind ik heel belangrijk. He? Uitnodigend. Niet discriminatie is, doen we hier niet aan, wil ik ook niet. He? En daar ben ik fel op tegen. Maar het is echt gelijkheid, gelijkwaardigheid en samenwerking. Daar draait alles om. Samenwerking en duidelijke afspraken met elkaar maken. Ja.